Doet hij het? Oh, hij doet het. Ja, hij doet het weer. Even wachten als de mensen terug zijn. Moet ik afgeschermd worden of niet, mensen? Maar geef niet, laat ik dan maar alvast beginnen. Ik had zojuist weer eens een troll in mijn lijf. Ja. Ik heb het inmiddels geblokkeerd. Je kan het dus wel blokkeren als je dus niet live bent. Zoals ik heb gezegd, ja, weet je, fuck it. Alles wat negatief is, ga ik blokkeren. Ik heb al eerder gezegd, weet ik overal bewijs van heb. Dus ga met mij niet zomaar spelletjes spelen, want je gaat ze verliezen. Ik heb meer bewijs als dat iemand vermoedt. Dan krijg je ook van, over Marion. Ja, weet je, alles wat ik heb gezegd kan ik bewijzen dat het ook zo is. Dus ja, dat is idem dito met tieners. Ik heb zelfs hele gesprekken, die zijn er gewoon opgenomen. Zijn er meerdere mensen die, zover zijn, die zeggen van ja, misschien moeten wij een livestream maken waarin we alles bekend maken. Om de beurten, wanneer we van die flap erop weten. Alleen dan kom je bij een ander probleem. Hoe werkt een livestream? Dan moet je dus iets voor maken. Heb ik nog geen zin in? Heb ik nog geen tijd voor? Wil ik best faciliteren? Ik heb sowieso scheid. En de overheid, alleen om het feit dat ze liegen en bedriegen. Ik sta voor de waarheid, die wil ik faciliteren, die waarheid. Dus daar ga ik binnenkort alsnog werk van maken. Om inderdaad in de livestream ook onze beurten zijn slachtoffers te laten spreken. Alleen wij hebben ook onder elkaar afgesproken. Team Vider is binnen nu maar 14 dagen uitgescheten. Er zitten... er zijn een aantal dingen gebeurd. Ik mag er niet over uitweiden. Er zijn een aantal dingen gebeurd. Waardoor... recherche het een en het ander in handen heb als het gaat om Vider. Ik mag voor de rest geen uitspraken doen. Dus ik weet ook dat Vider heel, heel spoedig game over is. Dan heb je nog project Tieners. Zeker ook omdat hij gewoon heb gedaan wat hij heb gedaan. Daar hebben we dus voor gezegd van oké, ik wil het best faciliteren dan al zijn slachtoffers om zijn beurt hun verhaal kunnen doen. Maar dat gaan we wel doen nadat Vider klaar is, dat zal me niet gebeuren, dat Vider met andermans eer er beter om vandoor zou gaan. Ik weet ook wat voor gesprek Tieners ongeveer met de popo gaat krijgen. Ik heb mijn boekje open gedaan over Tieners. Ik heb het een en ander over Tieners naar buiten gepleurd. Ik heb die Vider site gecontroleerd. Vider zijn er gelukkig zo slim geweest om dat te uploaden, om dat op hun Vider site te zetten. Alles wat ze daar natuurlijk, de meeste neuksels die sturen het vast en zeker door naar de politie. Dus Tieners krijgt sowieso wel echt wel een gesprek. Ben ik zo van overtuigd? Want er zitten altijd van die hoerenzonen tussen die mijn vlogjes doorsturen naar de popo. En dat is ook goed, hè, want ik gebruik dat natuurlijk ook in mijn voordeel. En dat is wat ik bedoel ook, wat we nu meemaakten in de vorige lijf. Het leven kan zo mooi zijn. En dan heb je van die zielige, triestige mensen. Die zich verstoppen achter nep-accounts. Die slechte mensen beschermen. En die heel niet zien hoe mooi het leven ook kan zijn. En dat is dat ik me steeds meer irriteer aan de gemiddelde medemens. Dus niet alleen op Facebook, niet alleen in livevlog, echt overal om me heen.
Ik heb altijd gezegd, ik ben een waarheidbrenger. Wordt me niet altijd in dank afgenomen. Krijg je af en toe de meest afschuwelijke titels naar je hoofd geslingerd. En toch ga ik hiermee door. Ook mensen die mij in het verleden flink benadeeld hebben. Er is een boek onderweg en de waarheid komt op tafel. Ik ben er klaar mee. Ik heb gezegd, ik wil voor het reine, ik wil voor het pure, ik wil voor het zuivere. En iedereen die mij negatief afpoeiert, die heeft wat te verbergen. Houd daar rekening mee. Houd daar echt rekening mee. En dat begint al in mijn hele jonge jaren. En dat zit ook binnen mijn eigen familie. Dus je kan twee dingen doen. Of je gaat voor het donker-zwarte. Of je gaat voor de pure liefde. Ga je voor het donker-zwarte. Behoor je gewoon niet in mijn leven. Inderdaad, Kate. Ik heb ze gewoon geblokkeerd. Optieven, dat tuig. Ja. Ja, maar ze dachten ook onschendbaar te zijn. En dat zijn ze niet, Kate. Alleen, ik mag niet alles zeggen. Ik ben niks voor niks aan het lezen en aan het onderzoeken wat ik aan het onderzoeken ben. Dat is niet voor niks. Want het zit heel smerig in elkaar. Ben geen fan van de politie. Zal ik ook nooit worden. Het zijn en blijven raddraaiers die dealtjes sluiten met hele foute personen. Alleen door wie derde is er bij iemand wat gebeurd. Ik mag niks zeggen. Ik mag niks zeggen, maar er is wat gebeurd. Waardoor de gelijke recherche-team nu bij betrokken is geraakt. Want het was niet gewoon een mishandeling. Er zat wat achter. Dus ik mag voor de rest niks zeggen. Maar dus hun dachten onschendbaar te zijn. Maar ook hun maken fouten. En een bak koffie erbij. Een beetje wakker blijven. Blijft de telefoon niet staan? Oh, kak. Zal ik eens even kijken. Ik heb hier... Kijk of dat iets zo dan doet. Nee, ook niet. Ook niet. Ja, zo doet je het. Nee, maar die Fidaires hebben gedacht onschendbaar te zijn. Maar er zijn er dingen gebeurd wat voortkomt uit Fidaires. Ze leggen echt wel flink onder de loep. Ze denken onschuldig te zijn. Ze zijn er niet onschuldig. Ik weet niet goed wat ik erop moet zeggen. Ik vind het heel triest. En ik heb het al eerder gezegd in een andere vlog. En ik zal het hier opnieuw herhalen. Ik heb echt medelijden met ze. Als jouw ziel zo rot is dat je eigenlijk met dit soort dingen alleen maar bezig houdt. Ik heb echt medelijden met je. Ik heb echt medelijden met je. En dat blijf ik zeggen. Mijn hoofd zegt, wat voor mogolen zijn het dit? En mijn hart zegt, wat voor stumpers zijn het dat toch? En dat is het verschil tussen liefdevolle mensen, goede mensen en debieltjes. Zoals types die achter verdergen zitten. Die net accountjes maken. Ik weet precies wat ze aan het doen zijn. Ze hebben William toch ooit een keer gepakt voor een mes. Hoe heet die William? William nog wat. William is ook vaak lijf. Heel veel lijf. Die hebben ze toen een keer gepakt met een mes. Want dat weet ik. Want dat staat ook op die verdere site. En dan willen ze natuurlijk dat ik laat zien wat ik hier in huis heb. Want dan kunnen ze ook de politie bellen. Alleen dat gun ik ze niet. Ze willen zien wat ik hier in huis heb. Dan komen ze maar even aanbellen. Dan kunnen ze het gelijk tussen hun ogen kunnen ze het zo bewonderen zo. Ja, ik heb net even een bak koffie gezet. Ik zit de hele dag al aan de thee. En dan denk ik van nou even wat anders. Even een beetje wakker worden. Oh, dan hebben we weer zo'n volgende nep-accountje. Wauw. Ja, goed, nogmaals. Ook Fidaires, ook tegen jullie. Ik kan niet meer zeggen als in mijn hoofd vind ik jullie echt mogolen. In mijn hart heb ik zoveel medelijden met jullie dan jullie. Je eigen op dit niveau profileren in de wereld. Dat zegt gewoon dan jullie
geen liefde kennen. Dat je niet weet wat liefde is. Dat betekent dat je nog heel veel te leren hebt in het leven. Dat je nog een hele lange weg te gaan hebt. En het enigste wat ik kan zeggen is uit het diepst van mijn hart. Ik mag hopen dat je ooit het levenslicht zal zien. En niet alleen het levenslicht zal zien, maar dat je dus ook ergens je verstand zal kunnen terugvinden. Want als je mij beschuldigt, vals beschuldigt van iets waarvan iedereen al weet dat ik er niet achter zit, dat betekent echt dat je het IQ hebt van de zijkant van een stoeptegel, maar dat zegt mij ook dat je niet in staat bent om door een helder glazen deur heen te kijken. En alles wat zich met Fidère aansluit, ja, ik wil echt, ik heb geen woorden voor jullie. Want jullie denken dan jullie onschendbaar zijn, maar jullie zijn er niet onschendbaar. Want jullie zijn er zo laag en laf bij de grond dan jullie je verstoppen achter nepaccountjes. Jullie zijn er zo bang dat je toen in een televisieprogramma of radiozender een stem vervormen nodig had. Zuivere, eerlijke mensen hebben geen stemvervormers nodig. Die laten hun gezicht zien, zoals ik dat doe. Ja, Raymond, ik zit te kijken, maar even wachten wat die, of dat hij nou zijn bek houdt of dat hij meer diep. Even kijken wat die gek nog meer diep. Want ik heb ook medelijden met ze. Je zou maar zo een leven hebben. Dat je constant energie bij andere mensen moet wegpakken. Ik bedoel, ja, triest. Dat is die met 5 eigen accounts. Een dubbel aantal fake accounts. Wat moet je in godesnaam met zoveel accounts? Hè? Dat begrijp ik ook niet, hè? Wat moet je met zoveel accounts? Oké, dankjewel, Arma. Super, top. Ja, dat zeg ik, weet je. Ik voel echt medelijden met die types. Als je zo weinig levensinhoud hebt en zo geen levensdoelen hebt, dat je je eigen op dit niveau profileert op social media. Ja. Alleen stumpers die houden zich met dat soort rotzooien als Fidère veel. Alleen stumpers zetten dat soort programma's op. Ja, inderdaad. Ze hebben zoveel accounts, die gekken. Lis van Dommelen, ze hebben zoveel accounts, die gekken. Ik heb al zoveel geblokkeerd. En ik heb het al eerder in een live gezegd. Echt mijn lijst... geblokkeerde mensen op Facebook, die is langer als de detentielijst van justitie. Ik heb het al eerder gezegd. En het is gewoon zo, is het gewoon. Het enige wat ik kan doen, is medelijden met die gekken hebben. Nee, Savannah. Het enige wat ik kan doen, is medelijden met die gekken hebben. Dan ze zo een waardeloos, inhoudloos leven hebben. Dan ze zich op deze manier profileren. Ja, inderdaad, Natasja, dat is ook wat ik zeg. Ze hebben geen leven. Ze hebben echt geen leven. Ja. Ze hebben geen leven, ze hebben geen hart, ze hebben geen ziel, ze hebben geen verstand. En het enige wat ze kunnen doen is haat verspreiden op de wereld. Meer kunnen ze niet. Het zijn gewoon duivels gebroeden. Ja, dat vermoeden heb ik ook inderdaad. Liz, dat heb ik al eens eerder gezegd. Oh, nu die gekken de hele dag op Facebook zitten. Dat heb ik ook al eens eerder gezegd. Ah, oh, top Sylvana, top Sylvana. Maar ja, goed, weet je wat het is? Wat wij kunnen doen. Wij mooie mensen. Is dat negativiteit zoveel mogelijk afblokken. Om wat moois neer te zetten op deze wereld. Om schone energie neer te zetten, mooie energie neer te zetten.
hoe meer je dat negativiteit van die Mongolen afblokt, de hoaxbubbel afblokt, hoe meer je afblokt van mondkapjes, waanzin, hoe meer je dat gewoon negeert en afblokt in je leven, echt des te mooier het leven is, hoor. Want ik heb echt buiten al de meest mooie dingetjes gezien. Ik heb de meest mooie bloemetjes gezien. Ik heb de meest leuke lammetjes gezien. Ik heb een babygeitje geboren zien worden. Ik heb de meest mooie dingen de afgelopen week gezien. Daar waar die Mongolen van Videre alleen maar met hun reet achter een toetsenbord hebben gezeten. Dus echt, blijf medelijden met ze voelen, hè, mensen. Ja. Maar het is ook een laffe junk. Maar ik weet ook precies wie het zijn, joh. Maar daarom ook dat ik zeg, er is nu wat gebeurd. Het ligt bij de recherche. De recherche zit er ook mee. En het is nu gewoon heel snel, heel klaar voor die game over. Ik mag alleen... Het is, ik mag niks zeggen. Ik mag inhoudelijk niks zeggen. Dat is ook dat ik zelfs hun liefde stuur. Dat ik denk, jullie hebben je... graf zo diep gegraven dat jullie half niet weten wat er boven jullie kop hangt. Alleen maar omdat ze dachten binnen de regeltjes te werken. Wat ze dus niet hebben gedaan. Echt, stuur die Mongolen van Videre, stuur ze liefde. Want ook nu hebben we weer bewezen. Ik ben doodziek van die Mongolen. Puur omdat ze negativiteit in de wereld brengen. Terwijl de wereld is zo vreselijk mooi. Dat is ook altijd dat ik heb gezegd. Dat soort types verdienen echt het levenslicht niet. Die verdienen geen adem. En tegelijkertijd kunnen wij ze niet meer wensen. Als liefde, licht en verlossing. Meer kunnen we niet. Ja, dat dus inderdaad, Raymond. Ja, maar dat is het hem ook. En dat is ook dat ik heb gezegd, alles wat negativiteit is, ik ga ze blokkeren. Wij hebben hele andere dingen om op te zetten. Wij hebben hele mooie dingen om op te zetten. Daarbij is het aan ons de taak om mooie energieën de wereld in te sturen. En wij moeten er echt alles aan doen. Dat onze energieën niet telkens verstoord worden door die negatieve Mongolen. Ook ik heb op het punt gestaan om ze te vermoorden. Ook ik heb in mijn energie, ik ben op een bepaald moment geschrokken van mezelf. Ik denk, ik ben dit niet. Ik ben geen slecht mens. Ik wil voor iedereen het beste. En zelfs ik heb op het punt gestaan dat ik denk, ik maak ze gewoon dood. Ik ben die lui zo zat. Ze brengen alleen maar negativiteit en haat in de wereld. Dat ik denk, van ik maak ze gewoon dood. Want als ik ze afmaak en ik zit ervoor, dan is het heel jammer dat ik moet zitten. Maar de wereld is wel weer een heel stukje mooier. Ik ben gigantisch geschrokken van mezelf dat het in me opkwam. Maar dat is ook wat negatieve mensen met je doet. En doordat het in me opkwam, het gedachtegoed van luister, maar als ik ze gewoon vermoord, maak ik ook de wereld een stukje mooier. Ook dan draag ik bij aan het verbeteren van de wereld. En dat was voor mij ook het keerpunt. Dat was ook de kanteling. Ik heb het heel moeilijk gehad met mezelf. Maar dat is voor mij ook gezegd tegen mezelf. Nee, dit ben ik niet. Want stel ik vermoord ze. Breng ik negativiteit met me mee. Wil ik niet. Ben ik niet. Ik heb een schone ziel. Ik wil mijn ziel schoon houden. Ik wil liefde verspreiden. Ik wil positiviteit verspreiden. Ik wil me bezighouden met een goede voedselketen. Dus ergens, klinkt heel raar, ze hebben me ook weer een stukje extra zelfinzicht gegeven. Van hé, ik sta hier nu op een drempel. Een drempel wat niet bij me hoort. En alles wat niet bij me hoort, zie ik als een keuze. Hè? Ga ik hier mee of blijf ik bij mezelf? Weet ik, wijfie, weet ik. Ik ben ook meer van de positiviteit. Ja, lieve mensjes, dat dus.
Dus maar goed, weet dat alles rolt. Ik mag gewoon niet te veel zeggen. Ik wil zo graag wil ik zeggen wat ik weet. Ik mag niks zeggen. Sorry mensen. Het enige wat ik kan zeggen is... Fidère is binnenkort... koffie met cake. Ja. We kunnen koffie met cake doen. Dan is het fideredown.nl. Niet Fidère veel, maar Fidère down. Ja. Mafkoekers dan in het zijne. Oh nee, Natasja. Oh jezus, nee. Ze zijn het me niet waard. Echt niet, liefjes. Ze zijn het me niet waard. En dan nog proberen. Oh, fuck. Ja. Dat hebben ze ook geprobeerd, ja. Maar ze proberen heel veel. Maar ik mag niks zeggen. Maar ik ga jou binnenkort de hele waarheid vertellen. Maar ik mag niks zeggen. Ik mag niks zeggen. Maar Fidère is binnenkort Fidère down. Niet Fidère veel, maar Fidère down. En als je weet hoe lang ik al valse beschuldigingen aan mijn adres heb, Raymond, oh, dan word je helemaal moedeloos van. Moet je nagaan wat het verstand is van de gemiddelde medemens. Dat is dat je schoonvader echt geen mensenmens meer was. Dat hij echt het liefst in de natuur zat. En dat is ook dat ook ik steeds mijn eigen meer terugtrek van mensen. Dat ik denk, nou, geef mij maar een hut op de hei. Want de mensheid vandaag de dag, we hebben er net niks aan. Je kan nog beter een hok vol pakieten houden. Echt wel, daar heb je meer aan als een gemiddelde medemens. Ja, of kippen. Die leggen tenminste nog eieren. Daar heb je tenminste nog wat aan. Een gemiddeld medemens, dat is dat ik denk, nou, ik, aan mijn vullersbak hecht ik meer waarde. Die hebben nog een functie. Natasja, hartje en kusje terug, wijfie. Liefies, ik ga het zo afsluiten. Weet dat het goed met me gaat. Ik zal me eigenlijk de komende dagen ook gewoon steeds meer terugtrekken. Jullie weten dus waarom. Het ligt niet aan jullie. Dat is puur even een keuze voor mezelf. Je zal me momenteel ook even weinig zien. Ik ben gisteren inderdaad door mijn enkel heen gegaan. Gisteravond dacht ik, het zal allemaal wel. Maar dat ik vanmorgen wakker werd, bleek ik helemaal niet meer op die voet te kunnen staan. Was mijn voet en mijn enkel net zo dik als mijn bovenbeen. Ik denk, oh, dit zal allemaal dan weer net niet. Dus ik heb toch eieren voor mijn geld gekozen. Ik ben toch maar eens naar een dokter gegaan. Dat is ook dat ik zeg van nou, ik zit hier op de bank een beetje te lezen en klaar. Ja, ik hou ook meer van dieren als van mensen, echt waar. Je kan beter kippen houden als een gemiddeld medemens. Nee, maar goed, er is niks, hè. Daarom zeg ik ook mensen, er is niks mis met mij, er is niks aan de hand. In mijn hoofd ben ik alle negativiteit aan het blokken. Waarom ik even huisgebonden ben, is gewoon omdat ik heb nu een poot. Nou, carnaval is er niks bij. Dus dat moet nu gaan slinken. Dat moet echt minder worden, want ik kan bewijzen van mijn slippen nog niet aan. Dus laat staan normale schoenen. Dus dat moet nu echt gaan slinken. Dus ik ben de komende dagen heel erg aan huis gebonden. Ik ga lezen heel veel stukken van de AIVD, wat ik heb gevonden op internet. Lezen, 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 lezen. Ik ga me nog meer in dat wereldje verdiepen. Ik hoop dat het met jullie ook goed gaat. Dat het met jullie goed blijft gaan. Dat jullie liefde blijven verspreiden. Dat jullie ook empathie blijven voelen naar de donkerzwarte zielen. Want het zijn er echt maar gewoon hele triestige mensen. We kunnen niet meer doen als die mensen genezing gunnen. Blijf wakker, blijf scherp.
Als er wat is, je mag altijd PB sturen. Als ik mijn telefoon in handen heb, zal ik terugreageren. Reageer ik niet terug, dan is het gewoon omdat de telefoon even in de hoek legt. Dat is gewoon omdat ik echt social media moe ben. Ik zie Facebook echt steeds meer als een bron van negativiteit. En die negativiteit irriteert me. Dus dat legt echt niet aan jullie. Dat is gewoon echt een keuze die ik heb gemaakt. Om mijn hart rein en zuiver te houden. Dus liefies, ik hou van jullie. Het gaat jullie goed. Als er wat is, hoor ik het wel. We gaan er voor nu lekker slapen. Een mooie avond. En het komt allemaal hartstikke goed. Hi Kimmy. Ja, jij doet van de week wel even bellen, Kim.